metertje wist te winnen. Supersprint van afgelopen seizoen. Hier is Jan Botman. Dit zijn een beetje de mannen de start. Die de maat aangeven op een 500 meter. Samen met Westerbroek en Schepenkamp. Die ook nog in actie moeten komen. Ready. Wacht. We starten lang. Oei, oei, oei. Ik denk dat dit opnieuw inzak is. Te langzaam. Hij weet het. Natap weet het. Kijk, waar is Natap stil? Ja, hij bewoog gewoon nog. Valse start. Binnenbaan. Hou je stabiele positie. Glijd naar voren. Go to the start. Goeie tip. Niet meer doen. En nu goed weg. Ja, spannend. Als trainer. Ori. Ja, vooral met Natap. Die nogal wel geschiedenis heeft. Met de eerste meters op de 500 meter. Ready. Spanning erop. Natap nu weg. Iets laat. En nu komt hij op stoom. Maar ik een meter achterop Botman. 7 om 9-9. 9-9 voor Natap is te weinig. Botman uitstekend en heeft dan ook nog een Natap als richtpunt. Een lekkere kruising voor Botman. Jano Botman, die persoonlijke record reed dit seizoen. Zich steeds weer verbeteren, krijgt nu een nieuwe kans. Om zich weer te laten zien op deze 500 meter. Botman voor Daidai Natap. Finisht in 34-79, exact gelijk met Kai Verbeij. Ja. Zo. En met die 35-12 maakt Natap zich kansloos voor die top 4. Die start. Drama, die eerste meters. Ja, verlies het op de eerste twee passen. Wat er dan weer door je hoofd springt.